We play, you dance. Here we go. Zo, dat bedoel ik maar. En ik zeg welkom weer bij een nieuwe aflevering van Steam Up Radio. Daar zijn we weer. Ja, en ook Tamara Puffer is hier binnen. En Patrice van den Berg, die staat al helemaal straks klaar. Om los te gaan op de vierde editie van de Streaming Music First Impression Label Night. Oh, het wordt een hele lekkere avond. Het wordt heel goed, hè? En er zijn er nog twee die willen ook opvallen. Dat zijn Dennis en John. Hallo, Dennis en John. Ja, zwijven naar de mensen thuis. Goed, ja, je kan alles live volgen op Facebook. En uiteraard via de andere kanalen. Yes. Wat hebben we een heerlijke line-up vanavond. Vet, hè? Oh. Zullen we gaan met Patrice gaan beginnen? Ja. Nou, goed, ik zou zeggen, ga maar los. Komt u maar. Patrice van den Berg. Hij trapt af hier bij The Label Night. Van Streaming Music, First Impression. At Steam Up Radio.
fundamental question. What makes me?
free thinking.
Thank you.
If I have nothing to hide, why should I be afraid? Naar Steamup Radio met de vierde editie van de Streaming Music First Impression Label Night. Ga jij even wat harder zitten, Tamar? Ja. Okay. Kijk, nu kan ik je beter horen. En we zijn begonnen met Patrice van den Berg en een heerlijke Beach House set, hoor ik al hier, of lees ik hier op Facebook. Dankjewel daarvoor trouwens, want er zijn al aardig wat reacties binnen. Het is heerlijk. Ik vind dat hij heerlijk draait. Echt. Super, de reacties zijn ook zeer positief. Ja, zeker weten. Er komt wel aardig wat binnen. Ik heb al begrepen dat het heel hard gaat. Kijk, en we zijn nog maar net begonnen, hè? Ja, precies. En onze dealer die houdt het een beetje bij. Die zegt van, het loopt nu al hard. Dus helemaal goed. Kijk, lekker bezig. Goed. Patrice van den Berg. Hij gaat zo stuivertje wisselen met Martijn van Dalen. Buurman van Dalen, moeten we eigenlijk zeggen. Hij staat klaar. Hij heeft er zin in. Oké. De man van chocolate, om precies te zijn. Zijn nieuwe track. Ja, inderdaad. En wie hebben we allemaal nog meer vandaag? Kijk, nou we hebben dus net Patrice van den Berg gehad. Die komt zo nog eventjes bij ons zitten. Buurman van Dalen staat klaar. Die gaat draaien van 7 tot 8. Van 8 tot 9 hebben we Jada. Daarna hebben we Ricky the Dragon van 9 tot 10. En Mr. Afflix draait van 10 tot 11. Dan hebben we nog Glenn Scott van 11 tot 12. En we sluiten af met de one and only Robin Amers en JD. Ja, man. Helemaal goed. Goed, het wordt een heerlijk avondje. Goed. En je kan ook alles live volgen. En je kan ook live zien wat er hier gebeurt hier bij Steamup Radio. Via Facebook zijn we live te volgen. En check even in. Check even in, maar ook via gewoon de 105.8 gewoon in je op je gewone radio, gewoon in je tuintje, lekker bij je zwembadje, lekker de radio aan. Ja, want het is warm, hè? Het is goed, hè? Ja. Helemaal goed. Ik zou zeggen zon, drankje erbij, lekker wat te drinken en ons op de achtergrond. Oké, ik geloof dat Patrice nog een toegift heeft. Pak ja, hij heeft er zin in, hè? Pak hem gaat maar door. Die pakken we nog even mee. Yes.
goed, en hij zit even aan de microfoon hier. Patrice van den Berg. Zo man. Zo. Ja, ben ik er? Ja, ik ben er. Ja, je bent er. Maar hij is gaaf. Goed. Hij is een topset man. Hé, hey, dankjewel. Helemaal lekker. Helemaal lekker. Ja, thanks. Ja. Alleen maar eigen producties gedraaid. Dus, Oh, ja, nou helemaal te gek. Ja, ik remix hier nog even doorgegooid wat ik voor Martijn heb gemaakt. Ja. Dus, oh, voor streaming, voor First Impression, die remix die in de top, op 11 in de top 100 stond. Oké. Ik kan echt gegooid, ja, tuurlijk. Leuk, man. Staat, de streaming. Music Man was dat toch? Music Man, ja, precies. Nou, Tamara gaan al wat van me vragen op je afvuur. Okay. Ja, nou, ik vroeg me af, wanneer ben jij begonnen? 1990. Ik maakte mijn eerste plaat in 1992, maar ik ben begonnen als gitarist in de house. Dus heb gevraagd voor een project en daar zat onder andere een hele jonge The Prophet in. Mm-hmm. Toen hij nog niet The Prophet heette. Tijdens dat project is hij ook, heeft hij zich tijdens een grote party waar we speelden, heeft hij zich geopenbaard als The Prophet. Ja. Yeah. Toestand op mij. Maar ja, en daarna, ik heb met hem mijn eerste plaat gemaakt. Voor een label van Sally, bekende Amsterdamse DJ. En daar zat ik ook in die matzo scene. En uiteindelijk ben ik in de Psytrance beland. Daar heb ik een heel groot project gehad met een van die jongens waar ik net op. Ik heb net een continue IP uit op een Berlijns label. Ja. En dat heb ik met hem gemaakt. Een van die tracks heb ik met hem gemaakt. En ja, toen ben ik in tijd. Dat was van 94, 98. Hebben we op Dance Valley gestaan. En ja, grote parties. Eentje in Parijs, hoofdact. 10.000 man. En, nice. Ja. En nu je dit al gedaan hebt, heb je nog een droom? Is er iets waar je zegt van nou, daar zou ik nog heel graag willen staan? Nou, Kijk, ik zit nu bij, niet zo'n nadelen van First Impression en alle labels waar ik bij zit. Ik ben super dankbaar dat ik tracks kan uitbrengen. Probeer ik om weer, net zoals in mijn Psytrance periode, om bij een groot label te komen. Ja. Waar, en om die manier weer een boost te geven aan mijn carrière, ook qua draaien. Ik mag niet klagen. Ik sta dit jaar op twee festivals en het is retro, allebei met Robin Albers, ja. Allebei met JD en het, ja, dus ik, zit er weer een stijgende lijn in mijn carrière, dus ik ben heel blij en heel dankbaar dat ik gewoon kan doen waar ik het leukst vind. Dus. Ja, mooi. En als nou mensen denken, oh, ik vind het zo lekker, ik wil een keer naar jou live komen kijken. Waar kunnen ze jou volgen? Waar kunnen ze jouw agenda vinden? Ik sta, ik heb geen echte, maar ze kunnen mij vinden op Patrice van den Berg op mijn Facebook. Dat is mijn artiestennaam en daar ben je te vinden. En op Spotify staan al mijn releases van de laatste tijd. Kijk. Dus, en dat is dan Patrice van den Berg aan elkaar geschreven. Dus,